Om meer te gaan horen over het stripboek De Erfenis, waar jullie al het een en het ander voor zien op deze grote posters. Maar het mooie ook aan dit stripverhaal is dat het niet alleen over de grote lijnen gaat, hè, over dat de nazi-kruis Polen invalt en bijna heel Europa inneemt, maar ook van de kleinere Brabantse verhalen. En die Brabantse geschiedenis, dat vind ik ook zo mooi, dat houdt dit allemaal ook levend, want het zijn voor onze vrijheid, zijn heel veel mensen gestorven. En dat mag nooit, die vrijheid mogen nooit vanzelfsprekend gaan zien. Ook niet nu een paar duizend kilometer naar het oosten. Ook een allesvriend in de oorlog aan de gang is. Caroline hier, ben van namens Brabant herinnerd. Dit is de eerste. Tada. Precies. Ja, je bent gedeputeerde of je bent het niet. Dat is een mooie ex-liefdes. Al gesigneerd. Wauw. Top. Hartelijk dank. En ik heb hem stiekem al als aan het voorlezen en als je goed wordt voorbereid of zoiets als dit, dat je ook al in de PDF hebt gezien. Ja, maar... Dus ik heb het verhaal ook al gelezen en ook, ja, prachtig. En ja, dus ja, dat is een prachtig verhaal. Het echte, en het mooie is, het, zoals je al aanhaalde, het is niet vanzelfsprekend en het is superbelangrijk dat we dit blijven herdenken en herinneren. Dus daarom hebben we nog een extra item nodig en die wordt al even op het podium gedragen door... Ingrid komt zo meteen nog even terug, omdat er nog veel meer is. Dus Ingrid, tot zo. Tot zo, want waarom is er zo'n hele doos tevoorschijn gehaald? Met, zie je het? Spullen, oorlog, goed en fout. Dus een heel mooi gedachtegang die erachter zit. Waardoor dat het zeker ook voor kinderen een nieuwe leerweg gaat geven. Zonder dat het per se een geschiedenisboek wordt eigenlijk. We hebben die stripboeken. En het is voor kinderen bedoeld. Zullen we er eens een aantal bij gaan halen, Bas? Absoluut. Je hebt namen. Je hebt namen. Wie gaan we... Vragen. Tijn. Tijn, kom maar. Colin, Luc. Ja. Kijk. Ik wil vaak met iets gehoord over de Tweede Wereldoorlog. Weet je er iets van? Weet je niet veel. Je gaat heel veel leren als je dit gaat lezen, denk ik. Het is toch geschiedenis op een leuke manier, denk ik. Ja. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Anders dan mogen jullie weer gaan plaatsnemen in de zaal. En dan hebben we hier dus de tekenaar Erik Heuvel en de scenarist Frank Jonker als eerste even om wat te vragen. En dan dat verhaal uitwerken en tekenen. Nou ja, het is ontzettend veel informatie. We komen 20 personages tegen in het boek. Ook nog eens een keer verschillende tijdlijnen. Dus misschien iemand als kind en vervolgens dat hij oud en grijs is. Hoe begin je daaraan, Frank? Oh, ik moet nog harder, ja, nog dichterbij, nog dichterbij. Ja. Ik ben dus door Erik gevraagd. Dankjewel. Wat een bijeenkomst op de Bredaardse Universiteit. En alles wat op basis daarvan is een synopsis geschreven. Dat was ook het leuke van het hele proces, denk ik. Dat Andreas, Monique en ik beginnen met een soort basisideetje. Ja, en dan komen we bij Erik. En Erik haalt Frank erbij. En dan zitten we bij elkaar. Ja, en dan komen er allerlei dingen onze kant op. En dan zie je langzaam maar zeker die strip vorm krijgen. En het leuke is natuurlijk eigenlijk dat je heel abstract begint. Ideetjes, verhaallijntjes, woorden, tekstjes die over en weer gaan. Het was een heel leuk... constructief, productief proces. Ik heb me ook echt verbaasd over de wijze waarop Erik, ook met dat tekenen, wat een productie heeft die man. Ongelooflijk, hoe gaat dat door? En dan ook niet te beroerd zijn om dan toch weer een paar pagina's terug te gaan, omdat we daar inderdaad zien dat er een loopje te kort is, of te lang, of een epauletje verkeerd is of zo. Dat zijn mooie dingen. Ik heb ook tijdens het proces hele leuke dingen geleerd. Want we waren met de omslag bezig en we hadden de vader die met de kinderen door die stad loopt, die gebombardeerd wordt. Maar we wilden het Brabants maken. Dus het ideetje was, laten we daar de Brabantse rood-witte plakvlag inzetten.
En dan zie je weer hoe nuttig het is dat je ook een aantal adviseurs er nog omheen hebt. Want die is pas na de oorlog gekomen. Wist ik eerlijk gezegd niet eens hoor, moet ik bekennen. Dus, maar je leert zo tijdens zo'n proces ook ongelooflijk veel. Nou, er staat dus een familie centraal. Zometeen komen we meer op de dosis ingrijpen. Daar kom ik zo meteen bij jou op terug. Om het te vertalen natuurlijk. Waarom die familie Peters? Was die al heel snel bedacht als ja, dat is eigenlijk de spin van het verhaal. Vanaf daar gaan die lijnen naar vroeger en naar goed en fout. Ja, toen we de eerste ideetjes aan het ontwikkelen waren, toen was dat op een gegeven moment de gedachte van ja, daar kunnen we mee verder. Laten we een familie bedenken die in Brabant verspreid van oost naar west woont. Die op een gegeven moment aan de vooravond van de inval in Nederland in Breda bij elkaar komt. Voor een huwelijk. Nou ja, en zo gaan dan al die verhalen verder. En uiteindelijk loopt daar dan doorheen het verhaal van diezelfde familie. Althans de nazaten daarvan. Die de erfenis van Kees aan het verdelen zijn. Ingrid, ook welkom. Dank je. Die dozen bijvoorbeeld, die gaan we via Cubus op heel veel bibliotheken terugzien. Wij zijn ook pas later betrokken geraakt bij dit proces. Dus ik begon eigenlijk pas met het materiaal nadat ik de strip heb gelezen. Ik wist niet van tevoren wat er in die strip zou komen. Dus toen ik die strip voor het eerst las, was mijn eerste reactie: wauw, dit is echt geweldig mooi gemaakt, maar wauw, wat staat er veel informatie in? Dus wij hebben keuzes moeten maken van hoe gaan wij dit nou zo verpakken dat dit ook op scholen gebruikt kan gaan worden. Dat hebben wij uiteindelijk dus ook gedaan, dankzij dat er ook dus gebruik werd gemaakt van een verhuisdoos. Daarom ziet deze doos er ook exact zo uit zoals in de strip. Daar is heel bewust voor gekozen. Die komt dus dan ook in de klas te staan. En daar hebben we voorwerpen in gedaan die in de strip ook in die doos zitten. Dus bijvoorbeeld, denk je, tuinkabouter? Wat doet een tuinkabouter daar nou in? Die werd bijvoorbeeld gebruikt om het verzet te waarschuwen. En zo zitten er wel meer dingen in, zoals een vliegtuigscherf en dansschoentjes. En net werd al de naam van Roosje vermeld. Ja. Nou, dat heeft daar met dat verhaal weer te maken. En zo verwijst elk voorwerp in de doos naar een element uit de strip. En daar zit ook altijd een ethisch vraagstuk aan verbonden. En dat was voor ons de uitdaging inderdaad. Hoe gaan we al de verhalen nou bespreekbaar maken? We hebben het meer voor gekozen om het dus thematiek ook te doen. En uiteindelijk gaat het over het overbrengen van het belang van het herinneren en het niet vergeten. Het stilstaan bij wat er allemaal gebeurd is. En die thema's hebben we verwerkt in opdrachten, ook weer uit voorwerpen. Want hoe gaat het dan? Dus bijvoorbeeld een groep 8 vraagt bij zijn bibliotheek in de buurt. Die zegt, oh kom maar met het educatiemateriaal over de erfenis. We doen het, we gaan de strip klassikaal lezen en opdrachten doen. Ja. Wat gebeurt er dan? Nou, het is zo dat de bibliotheekmedewerkers, bijvoorbeeld deze mediaconsulenten of educatiespecialisten, die gaan ermee naar de scholen toe. Die zeggen, wie heeft hier interesse? Dus als jullie dit nu horen en zeggen, oh, ik wil dat op mijn school. Precies, ja. Dan geeft dat dan aan bij de bibliotheek. Want die krijg je een pakket dadelijk. En die laten het in overleg met de docent of de docenten het gaat geven. Of dat de lezenmediaconsulent het zelf gaat geven. Dat is dan aan hun. Maar het is van deze ook een overdracht. Ja, en voor welke leeftijden is dit dan perfect? Dit is echt bedoeld voor de groepen 8 en de eerste klas van de middelbare school. En het is ook zo ontwikkeld, daar hebben we extra rekening mee gehouden, omdat het zo'n belangrijk thema is in onze optiek. Dat het ook toegankelijk is gemaakt voor mensen die een leesachterstand hebben. Laaggeletterd zijn, ja. Het is ook zeker bedoeld om het niet alleen maar op school bespreekbaar te maken, maar dat het lesmateriaal ook door middel van huiswerk en thuisopdrachten samen in de thuisomgeving gemaakt kunnen worden, zodat het gesprek thuis op gang wordt gebracht. En hopelijk ook de verhalen van thuis vervolgens weer besproken worden met de leerlingen, zodat ook de leerlingen de eigen familiegeschiedenis niet gaan vergeten. Belangrijk om te beseffen hoe kwetsbaar ook vrijheid is. Maar wij willen ook dat kinderen van nu weten wat er in hun omgeving waarin zij opgroeien, waar zij zijn. Wat er misschien in hun familie, ouders, grootouders, allemaal gebeurd is. Die Tweede Wereldoorlog is 80 jaar geleden, maar tegelijkertijd is die overal om ons heen nog steeds aanwezig. In de vorm van allerlei monumentjes en plekken waar dingen gebeurd zijn, dat zie je ook letterlijk in de strip terug. Ook in de vorm van verhalen die doorleven in families
of trauma's, hè, vervelende gebeurtenissen die nog doorleven in families. En tot op de dag van vandaag. Maar dat daar verzoening mogelijk is, dat willen we toch ook duidelijk maken. En begrip en respect voor elkaar. Dus het heeft ook, denk ik, uiteindelijk een hele positieve boodschap. En daarom is Loekstraatjes ook verkrijgbaar via Nationaal Monument Kamp Vught. Ja. En Overloon en al die andere instellingen. Ja, ja, nou ja, wat ik ook al heb beoogd toen ik 20 jaar geleden de Anne Frank Stichting benaderde. Een beetje een gemarkeerd geschiedenisdocent. Dat gewoon die kennis wordt op deze manier wordt overgedragen. Want mijn liefde voor geschiedenis is ook door scripts ontstaan. Dus ik denk dat het op die manier redelijk laagdrempelig is. En als op die manier dat verhaal verteld kan blijven worden, is het toegereikt. Hey Frank, dan nog voor jou ook dezelfde vraag. Wat hoop jij dat ze meenemen? Ja, inderdaad. Verteld worden. Mensen eigenlijk kinderen eigenlijk mee. Mensen alleen maar kunnen door op staat. Tot zeven kijken wat landen tot gedaan van wat is er nou gebeurd, wat kunnen we nog voor terug. En ja, dat is ook eens ergens anders in beramen. Dus ja, ik denk dat het verhaal van kinderen dan toch wat. Opdat we niet vergeten. Dank jullie wel voor jullie aandacht wat we nog gaan doen. We hebben natuurlijk ook voor jullie allemaal het boek. Dat pakken we er nog even bij. We willen nog heel graag ook nog eventjes Caroline namens Brabant Herinnerd en ook gedeputeerde Bas nog even terug op het podium hebben. Zoals Jeroen net ook al zei, het boek is er. Je kunt ook kijken bij uitgeverij El, die heeft een mantelje uitgegeven. In het Nationaal Monument Kamp Vught en inderdaad ook de Vrijende Vleugels, het Oorlogsmuseum Overloon. Sowieso hele interessante plekken om te bezoeken. En pak dan bijvoorbeeld zeker ook dit boek mee. Dank jullie wel. Dat zit allemaal in de tas, met nog een cadeautje van Mark Retera en Jean-Marc van Tol. Want die hebben een agenda gemaakt en daar hadden ze nog een paar van over wilden schenken aan de vrienden van het festival. Jongens, ontzettend bedankt. Dus geniet ervan. Yeah.